is mijn persoonlijke missie om de balans tussen de mens en de natuur te herstellen. En eigenlijk willen we een beweging ontketenen vanuit het groen, vanuit de natuur. Om te zorgen dat de wereld een stukje beter wordt en groener. En we geloven ook dat die natuur en het groen onlosmakelijk verbonden is met ons als mens. En dat is eigenlijk wel de hoofdbeweegreden waarom ik denk wel dat producten, maar ook ruimtes, meer humaan moeten zijn. Dichter bij de mens moeten staan, hè? Zoals het woord ook al zegt. Maar daarnaast ook meer zullen bieden wel voor flora en fauna en biodiversiteit en uiteraard ook klimaatbestendigheid. En met NL Green Label hebben we nu een paspoort bedacht waar we producten een label kunnen geven met een A, B of C. Om mensen bewust te maken van waar komt het vandaan, hoe lang gaat het mee, hoeveel schade heeft het toegebracht aan het ecosysteem aan de andere kant van de wereld, hoeveel transport heeft het gekost, hoeveel energie hebben we daarin toegepast, kan het straks weer terug in de natuur. Dus er zijn nogal wat parameters wel die we erop losgelaten hebben, CO2. Naast een paspoort op product hebben we ook een paspoort gemaakt op buitenruimtes, oftewel een gebiedslabel. En daarmee kun je ook integraal naar duurzaamheid kijken in gebieden en ook kijken welke kansen erin zitten. Kun je eigenlijk op een hele andere manier woonwijken ingerichten, schoolpleinen, industrieterreinen. En we hebben nu 30 tot 40 projecten lopen en het is een hele mooie borging in het proces. Dat we de wereld veel beter kunnen maken dan die nu is. Op een integrale manier aanpakken van die gebouwde omgeving. Met een belangrijke rol voor groen daarin. Dat we een betere leefomgeving kunnen creëren dan we eerder hebben gehad. Planten hebben zoveel inspiratiemogelijkheden voor onze toekomst. Ik zou bijna zeggen, we hebben bijna nog een begin staan van een hechte groene nieuwe technologie.